heerlijk en misleidende titel, want de wereld ga je niet redden met een C6 preprocessor. Maar het kan het developer wel een stuk makkelijker maken. Die is happier. Misschien beter naar voren. Red op die manier in de wereld. Waarom niet? Ik ben Sietse Druiter. Voor net is ook niet Engels gesproken, Engelse sprekers. Ik ben werkzaam bij Dutch Open Projects. Daar werk ik al sinds 2006. En mij in de tussentijd opgebouwd tot lead front-end developer. Dat betekent niet dat ik een team manage, zoals hier, maar meer dat ik een beetje vooraan sta in met betrekking tot wat we gaan doen qua nieuwe ontwikkelingen. En daar heb ik de meeste research in. Ik werk al een tijdje aan websites. Ik weet het, 95. Sommige mensen vinden het dat het zo lang bestaat. Maar het bestaat al vrij lang. Sinds 2002 ben ik ook daadwerkelijk professioneel begonnen met websites bouwen. En ja, nu zijn we toch maar met dat soort projecten best met grote websites bezig. Annotatie veranderen. Ik word hem heet de levende IDB genoemd. Vanwege mijn grote hoeveelheid filmtrivia. En ik heb een voorkeur voor een aantal dingen die mij redelijk typisch uit te schrijven als je gaat wilde geek. Dus wat dat betreft past dat heel goed bij mijn werk. Wat is SAS? Nou, SAS staat voor Syntactically Awesome Style Sheets. Het klinkt niet bij mij alsof iemand heel erg wanhopig op zoek was naar een cool wat ik doe. Maar het staat ook wel beter bekend als CSS with Superpowers. Dit staat ook gewoon op hun eigen website. En er komt inderdaad wel overheen. Ja. Meteen doorgaan wat SAS is. Wat kun je met SAS? Wat heeft SAS meer dan CSS? SAS heeft bijvoorbeeld variabelen. Variabelen zijn echt ontzettend belangrijk als je een beetje fatsoenlijk wilt werken. Ik bedoel, denk alleen aan kleuren. Als jij helemaal heet overal, als iemand, als de klant zegt van joh, ik wil een andere kleur hebben. En je moet vervolgens de CSS overal veranderen. Daar ben je wel even bezig. Zeker als ook allemaal verschillende tinten van die kleur zijn gebruikt. Dus variabelen zijn ontzettend belangrijk op allerlei gebieden. Waar kun je variabelen nog meer voor gebruiken? Mappen? Of iets dergelijks? Oké. Iemand wil aandacht? Intussen wel. Ja. Nee, dat klopt. Inderdaad. Wat gaan SAS nog meer? SAS kun je nog in meerdere bestanden. Kun je CSS in meerdere bestanden indelen? Ja. Je hebt loops in SAS. Mooi, we gaan door. SAS variabelen, waarmee je dus maar niet allerlei data kunt opslaan en kunt gebruiken in je code. Files maar niet opdelen in atomaire gedeeltes, zodat je componenten kunt in een apart bestand neer kunt zetten. En allerlei taalconstructies, zoals conditionele statements, loops. Eigenlijk gewoon al wel in mijn structures. Nou, wat is het voordeel van SAS? Nou, maintainability is voor mij een gigantisch groot iets. Je kunt omheen je CSS groepen door middel van nesting. Even nog een vraag tussendoor omheen. Wie heeft nog nooit met SAS gewerkt? Of met een andere soort CSS preprocessor? Het les heb ik gewerkt. Het is qua taalconstructies vrijwel hetzelfde inderdaad. De begeleider telt niet mee. Ik heb het helemaal opzetten. Ja.
tijd natuurlijk. Ik ben ook niet bij. Nee. Je kunt dus inderdaad van je CSS groeperen door middel van nesting. Je kunt je CSS groeperen door middel van het opscheiden in verschillende bestanden. Waardoor je dus een beter overzicht houdt van wat zit waar. En om een voorbeeld te noemen, je kunt loops gebruiken om je code een stuk korter en daarmee overzichtelijk te maken. In het kader van het opsplitsen van je CSS in bestanden. Binnen DOP hebben wij een beetje een structuur gebruikt voor Drupal die voor ons werkt. Het is bij lange na niet de enige methode, dit is gewoon een voorbeeld van hoe wij het bij DOP doen. We hebben hier dus inderdaad, laten we op een gegeven moment gewoon even een node-directory pakken. Een node.scss, daar komt gewoon algemene informatie die over meerdere node-types bijvoorbeeld werkt. Over je hebt gewoon algemene node-code. Nee. Even helemaal te springen naar beneden naar node.page.full.scss. Daar zit bijvoorbeeld de coding die specifiek is voor het node-type page en de view mode full. Hetzelfde geldt voor node-page teaser. Nee. Specifieke code op het moment dat je dus inderdaad ziet van hey, nee, ik moet omheen een teaser veranderen van een page, weet je direct dat je een node-page teaser op SCSS moet zijn. En hetzelfde geldt voor views. Navigatie kun je specifiek zeggen, ik wil main menu, tabs, pages, dat soort dingen. Vervolgens kun je dan zeggen, ik heb een speciaal component genaamd card gemaakt. Zou je in een componentendirectory kunnen gooien. Libraries, je mixes in de libraries folder, et cetera, et cetera. Het maakt alles wat overzichtelijker. Nou, hoe bouw je dat spul? Binnen DOP gebruiken we tegenwoordig een nieuw project op Gulp. Gulp heeft gewoon een aantal voordelen. Het eerste moment, wat is Gulp? Gulp is een toolkit waarmee je dus omheen je work en development workflow kunt automatiseren. Nou, dat is een paar voordelen. Het maakt je leven makkelijker en hopelijk werk je meer efficiënt. Dat is vooral iets wat jij in je manager kunt vertellen. Nou, Gulp en frontend. Wat kan Gulp op het gebied van frontend voor je doen? Nee, nou, PSSS. Je kunt je SAS mee combineren. Je kunt ook je SAS en ML in te nemen. Bij een aantal projecten hebben wij de boel zelfs zo sterk ingesteld dat we Gulp een pre-commit hoek hebben gemaakt en je kunt je code pas in Git committen als hij door lint heen gekomen is. Dat werkt allemaal met Gulp. Je kunt geautomatiseerd al je afbeeldingen laten minimaliseren via Image Optim. En in het geval van SVG. Je kunt daar is een module voor als je een beetje uitbreidt, dan kun je dus even dus meteen alle dimensies van al je afbeeldingen heb je tot je beschikking. Mocht je bijvoorbeeld een statusbericht geven met een icoon, kun je in je SAS kun je direct omheen de afmetingen van de icoon kun je neerzetten. Maakt dingen een stuk makkelijker. Zeker als je een keer een nieuwe icoon gebruikt met 13 andere afmetingen, dan wordt dat automatisch meegeschaald in je volgende compile. En je kunt inderdaad je images gewoon inline in je CSS combineren. En dat kan met platte SAS kan het ook, maar daar is veel meer materiaal voor nodig. En in het geval van Ruby moet je dus inderdaad een stukje Ruby code moet je gebruiken om dat inline te kunnen compileren. We zijn zelf ook nog vrij kort, relatief kort met Gulp bezig. Mensen die misschien niet met Gulp hebben gewerkt, hebben gezegd, ja, ik vind dat en dat ook allemaal. Ik zou het graag willen weten, maar ik vind het een fantastische tool om mee te werken. Okay. Mensen die meer van Gulp willen weten, gulpjs.com. En erbij komen de subsites voor de taken. Jullie kwamen voor iets. Nou, wat kekke SAS. Ik begin even simpel. Wie heeft dit soort constructies wel eens moeten maken? Je hebt meerdere centers.
maar ze mogen alleen maar afstanden tussen elkaar hebben. Dus dan krijg je de constructie van div plus dat, in dit geval p plus p, p plus u, en je moet alle varianten moet je afgaan, want anders heb je er niks aan. Dit is nog enigszins te overzien. We hebben hier 3 elementen, dus 9 mogelijkheden. Maar op het moment dat ik een 4e element toevoeg, heb ik wel 16. Als ik een 5e toevoeg, dan wel 25, et cetera. Het gaat heel snel omhoog en dan maakt maintainability maakt gewoon een puinhoop hiervan. Saskia iets korter. En hier komen we dus omheen bij een van de leuke dingen van SAS. Ampersand operator. Ampersand operator doet, is zodra je begint te nesten, plaatst hij gewoon omheen het parent element daar neer. En als je meerdere elementen hebt, plaatst je ze allemaal neer. Met deze constructie gaat ze allemaal, uit alle combinaties gaat ze af. Zindex. Wie heeft wel eens echt geschold op Zindex? Nou ja, of de Zindex cursus van anderen, maar... Ja. Zindex is een pain in the butt. Ja, dat is het. En zeker als je met SAS inderdaad weet, je gaat dan handmatig je Z-index ga je doen. Na een tijdje zit je echt omheen van shit, waarom gaat dit element nu over dit element heen? Terwijl ik toch had gezegd dat die zit in op basis. Je weet gewoon niet meer welke Z-index wat heeft. Dus je begint gewoon lekker extreem te doen. Je begint omheen bij 1, 2, 10, 100. Het houdt niet op. Uiteindelijk mag je het gebruiken, hele extreme waarden om ervoor te zorgen dat de een boven de ander blijft. En dan kom je erachter en dan heet van, hé, er moet nog een element boven. Shit. Zit in deze perfect op te lossen in de SAS-lijst. We beginnen hiermee. Gewoon een standaard lijst met elementen. De namen zijn niet belangrijk. Kwijt je aan een naam te geven die inderdaad voor jou duidelijk wil maken van oh, dit is de Z-index, wat bedoelt voor de header, zoals hier staat, de overlay, etc. De positie is hier belangrijk. Namelijk het element wat hier het eerste in staat, staat het laagst in de Z-index. En zo gebruik je. Door gewoon index van het element uit die lijst te pakken. Kun je op dat moment en kun je op deze manier een hele lange settingswaarde kun je zo creëren. Dit is de resulterende code. Weet je, zoals je ziet, bij de 2, etc. Maar nu is een change. We zien net omheen, de header staat nu boven de overlay. Dus of dan niet iets wat we willen. Normaal zou je echt omheen die file moeten zoeken. Hier ga je gewoon naar je algemene file. En je switcht gewoon header overlay. De rest van de code blijkt exact gelijk. En toch is je zit in deze nu zoals je moet zijn. Wie heeft hier wel eens met een sponsorfondcijfers gewerkt? Nou, dit is veruit de makkelijkste weg. Je begint gewoon met de waarde en vanaf een bepaald punt, een bepaalde viewport width, switch je. Naar een grote font of een andere font grote, wat dan ook. Is iets trickier. Deze koppelt namelijk rechtstreeks aan de viewport width, in dit geval de minimale viewport width. Viewport units zijn al nog een beetje lastig voor sommige gevallen. Wat dit eigenlijk doet, is het kijkt om heet van hoe groot is de viewport, of de minimale viewport in dit geval. En past daar dus op aan. Hij knikt het eigenlijk gewoon op basis op een standaard fontgrootte. Gooit hij de 1VW of 1VH, gooit erbij op. Dit, zoals het hier staat, geeft op een standaard iPhone. Of in ieder geval standaard mobiele grootte en standaard stadfont grootte van 16 pixels. Ja, een iPad is al iets groter, dan krijg je al iets in de buurt tussen 19, 20 pixels.
En des te groter het scherm wordt, des te groter de fondgrootte wordt. Dat wil je ook. Wat je niet wilt, is wanneer je zo'n manier gewoon wisselt van scherm, van oriëntatie van je scherm, dat je fondgrootte wijzigt. Dat wordt hiermee afgedaan. We gebruiken niet VMAX, want dan krijg je hem natuurlijk een gigantisch font op je iPhone. Waarom zou je in ieder geval PIT VMIN gebruiken, niet gewoon VA? Ook weer omdat als je dan je oriëntatie wisselt, verandert je fondgrootte. Dus ja, wacht, ja. Dan ga je eens van 320 naar 700 nog wat. Dan ga je niet veel regelen. Dus door een VMIN gewicht, door een minimale viewport unit te gebruiken, geef je een stabiele beeld aan het geheel. Ja, ik heb de hardware genoemd omdat het iets meer conceptbegrip nodig heeft. Het is nog een andere manier, die noem ik de insane way. Probeer niet eens te begrijpen wat hier staat. Dit is zo'n idioot complexe formule. Misschien kunnen we beter naar het resultaat kijken. Dat is iets simpeler om te zien. Iets. Ik denk dat het enige wat hier nou echt duidelijk is wat er gebeurt, is dat tot 500 pixels viewport is de font size 12. En vanaf 900 pixels viewport width is de font size 30. Maar wat daartussen gebeurt, is eigenlijk een heel grappig trucje. Namelijk een naadloze overgang van 12 pixels naar 30 pixels. Dus je start met een bepaalde grootte. Dan vanaf een bepaald punt begint je font size te groeien. Tot weer een bepaald punt. En er zit geen schokkend gedeelte tussenin. Wat je dus wel zou hebben als je zegt van ik ga tot 800 ben ik 12 pixels. En vanaf dat punt ben ik 30 pixels. Ik heb daar een demo van, als ik die kan vinden. Dus het is een heel groot scherm. Ja, daar hebben we. Dus je ziet hier inderdaad dat er een soepele overgang is van de ene font size naar de andere. Wie heeft hier wel eens met Material Design gewerkt? Van Google. Elevation is cool. Elevation gebruiken schaduwen op elementen om een bepaalde dieptewerking te creëren. Dat betekent dat je interface gewoon minder plat lijkt. Er zit meer diepte in je interface. En daardoor lijkt hij dus, zoals een collega zei, het ziet er cool uit. Mm-hmm. Ja. Google heeft dus een hele mooie SAS-library gemaakt. Ik kan echt aanraden nog eens naar material.io te kijken. Want daar zit echt een gigantische hoeveelheid elementen zitten daarin die in eerste instantie gebouwd zijn voor Android. Maar omdat Google ook heel erg op web is in gaan zetten, hebben ze de hele bende ook overgezet naar het web. Het is tot in een treuren gedocumenteerd. En we hebben zelf ook omheen codenetjes gejat voor onder andere Elevation. Relatief simpel. De helft van deze code bestaat eigenlijk alleen maar uit checks om ervoor te zorgen dat de variabele die meegegeven wordt een unitless getal is tussen 0 en 24. Toevallig wijs ook het aantal niveaus wat je aan shadows kunt hebben. En wat je hier wel ziet is een mooi voorbeeld van hoe maps werken in SAS. En die map laat ik nu even zien. Dat is ook een kleintje. Wat je groot schiet is ongeveer inderdaad dat stukje wat de accolade aangeeft van het totaalgedeelte wat alle 25 levels en shadows definieert.
Nou, waarom is dit een map en niet een lijst? Een lijst is letterlijk inderdaad gewoon een lijst van items. Zonder een index of wat, of iets anders. Denk aan een hele simpele array, waarbij dus gewoon array 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dat is een list, in SAS. Op het moment dat je er zelf een identifier aan zet, dan krijg je wat een map wordt genoemd. En dat is eigenlijk een tweedimensionele lijst geworden. Zoals hier je ook ziet, is een identifier 0, 1, 2, 3. Komt toevallig net overeen met verschillende levels die Google Material definieert als de verschillende niveaus. Het gebruik van is heel simpel. Je geeft gewoon inderdaad aan van ik heb hier een button. Include elevation level 5. En bij hover hebben we include elevation level 15. En door dus inderdaad die drie mappen te combineren, geeft het een combinatie van drie box shadow levels aan elkaar, die tezamen dus een esthetisch plezant stukje schaduw opgeven. Daar heb ik hier een demo voor. Mooi hè? Die kan ik de hele dag doen. Als ik nog wat tijd moet filmen. Iets wat heel vaak voorkomt is dat klanten dus inderdaad categorieën in hun website hebben en aan die categorieën meerdere kleuren koppelen. Dat kun je in CSS uitschrijven, maar voordat je het weet heb je dus een heet van allerlei dingen. En als er zo'n kleine change in komt, moet je dus al die verschillende dingen moet je aanpassen. Het kan ook zo. Wederom weer een SAS-map, waarbij je dus gewoon aangeeft van oké, met deze specifieke categorie klas hoort deze specifieke kleur. Door dan in je SAS dit stukje code neer te zetten, dan gewoon door die map heen te loopen. En dan vervolgens zeggen, joh, als de class name die er op de body bijvoorbeeld zit, niet daaraan voldoet, dan zijn alle linkjes, hebben dus deze kleur. En dit is dan inderdaad wat het produceert. Nou, als je dit omheen elke keer moet uitschrijven en vervolgens omheen zit, dit is dan een simpel voorbeeld. Dan stel je voor dat je dus echt gewoon allerlei elementen, verschillende elementen hebt die dus allemaal die kleur moeten hebben of varianten op die kleur. Vervolgens zegt iemand omheen van, ja, maar ik wil er nog een kleur bij. Of deze drie kleuren moeten anders. Nou, is dit toch een stuk makkelijker aan te passen? Weer te ver. Ja. Dan is dit toch een stuk makkelijker aanpasbaar dan als je dit moet aanpassen. Add root. Het root is op zichzelf een frame mechanisme, zoals het ook zegt, om het add root directive causes one or more rules to be emitted at the root of the document, rather than being nested beneath their parent selectors. Nou, wat dat eigenlijk betekent is, als je dus inderdaad een stukje code zoals dit doet, je hebt een aangenist in een .button class, maar als je add root ervoor zet, dan is het resulterende stukje code is gewoon een button en een A. Nou, zit iedereen nog eens van, oké, wat is daar het praktisch nut van? Is dat nodig? Daar kom ik zo op terug. Nou, we gaan eerst even kijken naar iets anders. Dat heet interpolation syntax. Deze. Gezien de blik heb ik wel zoiets van dit. Interpolation syntax is een manier om een stukje code, om een variabele in een bijvoorbeeld een class name te kunnen verwerken. En dit is dus een voorbeeld daarvan.
die hebben dus een button en een A. Wat denken jullie dat die A, hoe dat eruit gaat worden? Beter dat de ampersand omgeheten de parent neerzet. Ja, met de ID-button. A.button bijvoorbeeld. A.button dus. Ja. Nee. Bijna. A.button. Ja. Bijna. Ja, awesome. Met interpolatiesyntax normaal heet als je bijvoorbeeld A en dan spatie ampersand doet, dan krijg je A.button met spatie ertussen. Nee. Op het moment dat je interpolatiesyntax gebruikt, dan weet hij niet dat die ampersand al gebruikt is. Dus doet hij de standaard functionaliteit en hij zet die ampersand er met een spatie nog tussen, achtervoor. Dus je krijgt dot button, a dot button. Niet het meest logische gedeelte. Maar we hebben net add root gehad. En als we deze combinatie gebruiken, dan krijgen we dit. Button. En als het een link is met de class button, dan doen we nog wat extra's. Maar alleen dat. Nou, er zijn een aantal use cases voor. Degene die wij meestal gebruiken is in het geval van helper classes. Stel je hebt een node, een stuk tekst, een image. En we hebben dan nog een checkbox erbij gezet. Die heet van, leuk dat je hem heet standaard je de image aan je rechterkant hebt, maar ik wil hem soms ook aan de linkerkant. Met een stukje pre-process zet je een class op de boel. En door dus inderdaad met deze constructie via AdRoot in de interpolation syntax, hoef je dus niet gewoon helemaal weer terug en opnieuw die code. Je kunt gewoon in de nesting kun je blijven en dan die helper class uit de volledige parent toevoegen. Ja. Dit is nodig omdat je mag de ampersand wel direct voor een stuk tekst zetten zonder spatie, maar niet erachter. Ik vraag me niet waarom. Het heeft iets te maken met de manier hoe SAS wordt geparst. Maar dat mag niet. Maar met deze constructie mag het dus wel. Ja. Oh, met sommigen even ja. Ik wil het gewoon gekopieerd hebben, want dat lijkt beter. Want of het nou wel of niet een praktisch nut heeft. Ja. Ik ben snel heen gegaan, jongens. Ja? Vragen nu. Ja. Behalve met zo'n les gewerkt? Ik heb inderdaad een tijdje met les gewerkt. Nou, wat maakt SAS beter? Misschien jouw mening. Wat in mijn geval SAS beter, toen we overgestapt zijn van les naar SAS, was de mogelijkheid om Compass te gebruiken met de ingebouwde Sprite Engine. Wat gebruiken? Om Compass te gebruiken. Compass is een library gebouwd op SAS. Maar ook met zijn eigen compiler, omdat er dus een heel stuk Ruby code achter zit, die onder andere vanuit een directory vol met plaatjes een Sprite kan genereren. Dat was voor ons toen de tijd heel erg belangrijk. Daarna kwam ik achter dat Compass met allemaal helperfuncties had, die ervoor zorgen dat ook de prefix dingen zoals meer webkit borderways en dat soort dingen verzorgen. Tegenwoordig zijn we voor Compass afgestapt en Compass gewoon niet meer te onderhouden. Dus officieel doodverklaard op Chris Epstein. Nee. En tegenwoordig gebruiken we daar een systeem nog als auto-prefixen. Wat mij nu bijvoorbeeld bevalt in SAS is dat ze nu overgestapt zijn van Ruby naar Dart. Waardoor compileren dus echt een kwestie is van minder dan een seconde. Is SAS ook iets uitgebreider dan les? Ik heb al jarenlang niet meer les gekeken. Toen we overgestapt waren naar SAS, was eigenlijk al maanden niks meer aan les gedaan. En er stond ook niks in. Ik heb begrepen dat ze in de tussentijd weer hoe wat opgestart zijn. Dat ze ook maar
naar het echte meer dat het beter zou worden met de compiler, et cetera. Maar toen de tijd was SAS gewoon veel uitgebreider, omdat er ook gewoon veel meer libraries beschikbaar waren voor allerlei soorten doellijnen, Flexbox, wederom de Sprite Library, et cetera. Ja, nog een vraag. Ik moet even vragen. Is het nestgerelateerd? Nou, een soort van. De keer ik heb een tijdje geleden in de kort naar SAS gekeken. Zien we dan weer op. Ik vond die media key is een beetje aan de. Die leek een beetje. Maar het is. Ik moet een beetje denken, want ik moet dat met. Moet je dat nog eens in mijn inkleur doen? Of had ik gewoon. Om dan weer les aan te gaan halen, ik zal het toch wel doen. Als je daar bijvoorbeeld zegt dat je een threshold hebt voor mobile, laten we zeggen, 600 pixels en je gooit dat in een variabele, als max width 600 pixels, dan kun je bijvoorbeeld echt gewoon ergens gewoon zeggen het media is mobile en dan heb je een ding. Kan het zelfs ook. Ik kan wel iets vergelijkbaar, maar ik had het idee dat die syntax een beetje omslachtig was, maar. Nee, op zich kun je gewoon media kun je gewoon op exact dezelfde manier gebruiken als een SAS. Wat de meeste SAS gebruikers gebruiken is Breakpoint SAS. Inderdaad, die heeft mixing, omdat je daar veel meer mogelijkheid hebt op het gebied van variabelen. Ja. Dus je kunt gewoon een string aanmaken die heel compact hebt en die dus een hele complexe mediastring opbouwt, zoals ingebouwde oriëntatie en of statements simpel door gebruik te maken van een lijst. Ja. Het is niet dat ik nou een kleine soort van les ben of zo, maar tenminste, ik heb daar ervaring mee. Ik ben voor mij echt aan het kijken en ik had naar SAS gekeken om het algemeen meer gebruikt lijkt te worden. In ieder geval door de dingen die ik gebruik. Ja, tot wel even vandaar al die vragen. Nee, klopt. Ja, je kunt inderdaad gewoon het media kun je rechtstreeks gebruiken. maar dan verlies je dus de kracht die je bijvoorbeeld met de Breakpoint module hebt. En die is toch best wel veel mogelijkheden. Heb je daar een voorbeeld van of is dat iets pas niet echt? Ja, we hebben een verkorte syntax bijvoorbeeld voor oriëntatie in combinatie met minimum Breakpoint. Dus door gewoon een lijst te gebruiken kun je de hele string laten uitgenereren voor media die normaal. Ik bedoel eigenlijk niet een code bijvoorbeeld, maar dat zal wel niet. Ja, ik zal vast ergens wat code hebben, maar helemaal of die inderdaad zo expliciet van oh ja, dat is echt een gigantisch voorbeeld over. Nee, het is meer een beetje gemak en er zijn bepaalde mogelijkheden die je met Breakpoint wel kunt doen qua nesting, die dan weer met media niet kunnen. Je kunt bijvoorbeeld de ampersand minder goed gebruiken als je rechtstreeks een media key aanklikt. Dus als je daar een mixing voor gebruikt, die dan eerst een boel parst en dan pas hem heet media er neerzet, dan heb je dat probleem. Okay. Dus het is meer qua de problemen met de taalconstructie omzeilen. Ja, oké. Okay. Ja, je noemde als voordeel dat je base64 images kunt includen in je CSS, waarom zou je dat doen? Ja, met HTTP2 wordt het iets minder issue, maar met standaard HTTP protocol is elke image is natuurlijk een aparte call die gedaan moet worden. En ondanks het feit dat images gecached worden op je browser, is het de eerste keer maakt je website gewoon net wat trager. En door de zeker kleine images, kijk, je moet niet je image van 2 weg, moet je een ingelopen plekken, want dan duurt het gewoon 5 minuten voor je SAS binnen is op een langzame mobiele verbinding. Maar icoontjes van 24 of 24, met name ook SVG's, die kun je gewoon makkelijk inderdaad gewoon rechtstreeks in je CSS neerzetten, omdat dat gewoon een snelheidswinst oplevert. En als je dat doet met de SVG's, heb je dan nog steeds de mogelijkheid om bijvoorbeeld de achtergrondkleur of dat soort dingen aan te passen? Er kwam laatst geloof ik een stukje code tegen waarbij dat wel gedeeltelijk kon. Over het algemeen, SVG background images worden uit de DOM getrokken. Dus op het moment dat je daar iets mee gedaan hebt, kun je dus met de SVG's background images kun je niet een fill color aanpassen. Wat je wel kunt doen is een filter uitvoeren.
SVG-images zijn over het algemeen, liggen die buiten de DOM, dus je kunt niet een filter aanpassen zoals je wel kunt als je hem in HTML inkoopt. Nog meer vragen? Dan mag ik jullie hartelijk danken.